zon een beetje door de wolken heen prikte. Dan zit iedereen buiten, glaasje wijn, biertje en iedereen lijkt elkaar te kennen. Dat familiaire gevoel en dat soort van huiskamergevoel, dat vinden wij allebei heel erg tof. Veel mensen die kennen elkaars buren niet meer, wonen in de stad. En we dachten van, misschien zijn die bankjes wel een manier om die kloof te overbruggen. Het idee van het bankjescollectief is zo simpel, maar ja, zo geniaal eigenlijk. Iedereen heeft wel een bankje of je ziet ze staan. En het is gewoon natuurlijk een hele simpele manier om mensen bij elkaar te brengen. We zijn eigenlijk eerst begonnen met zelf een bankje voor ons huis te zetten. En het was wel heel grappig dat je dan merkt dat de buren ook dat bankje gebruiken. En dat je dus veel makkelijker in gesprek komt met elkaar. Heel multicultureel gezelschap van alle leeftijden. Elke bankjeseigenaar is helemaal vrij om te serveren wat hij zelf wil. Dus dat kan eten en drinken zijn, maar het is vaak ook iets heel anders. We stonden nog niet buiten, voor er was al heel veel aanloop van zowel mensen uit de buurt als toeristen. Ja, je komt naast elkaar te zitten en dan raak je in gesprek. Zo werkt dat ook.